Hier is nog een plekje op de hoek. Ja. Oh, daar ook trouwens. Ja. Tweede rij mag ook. Zo, welkom allemaal. U bevindt zich in de statenzaal opnieuw en u bevindt zich bij de workshop Fiber Optic Acoustic Sensing. Ik heb dat 3 keer op geoefend toen u aan de koffie drinken was. Maar het gaat over toepassingen van akoestische glasvezel en sensoring. En ik heb net al een beetje voorinformatie gehad, maar dit wordt een hele interessante workshop, kan ik u vertellen. En voor ons zijn aanwezig Kees-Jan Mas en Joost van Schip van ProRail. En zij gaan u... ik ga het ook niet verklappen. Nee, doe ik ook niet. Geef jou het woord. Dankjewel. Goedemorgen. Ik ben Kees-Jan Mas. En dat is Joost, die komt zo ook... Iets dichterbij, ja prima. Workshop, nou, we gaan niet keihard werken, ik ga gewoon wat vertellen en dat roept vast veel vragen op, dat is in ieder geval wel onze beleving. Ik ben projectmanager / product owner bij ProRail, bij de afdeling asset management, vernieuwing. En Joost, ik doe het even voor jou Joost, Joost is data scientist bij afdeling innovatie bij Data Lab. Om even terug te gaan, ik ben ergens 2018 getriggerd op een of andere conventie. En daar zag ik dat ze inderdaad met glasvezel mooie dingen konden. En toen ben ik op zoek gegaan binnen ProRail van, goh, kent iemand dit? Nou, wat medestanders gevonden. Franka, die gaat ook al even mee. Om te kijken van, ja, wat kan het betekenen voor ProRail? Met Deltaris hebben we destijds al wat vooronderzoeken gedaan. En ik kan jullie, ja, wil jullie vandaag vertellen waar we in die reis zijn en wat de link is naar Bevers en Dassen. Dat was inleiding. Oh ja, en we hadden dit nog als symbool gepakt voor ons team. Want DAS is toevallig ook de term Distributed Acoustic Sensing. Dus we vonden het wel een mooie naam. Maar goed. Heel even wat droogs over glasvezel. Je hebt verschillende soorten glasvezel, multimode en single mode. Hoef je allemaal niet te onthouden, maar het eigenschap is wel dat bij een multimode, de linker, daar kun je op kortere afstand, dus een local area network, kun je met een grote bandbreedte kun je veel data verzamelen. En de single mode, daar kun je op langere afstanden met minder fouttolerantie kun je data versturen. Even bewaren, onthouden voor straks. Overigens, als er vragen zijn, volgens mij is het wel leuk als je die hebt, even je hand op en dan kunnen we hem behandelen gelijk. Fiber Optic Acoustic Sensing, wat is nou de techniek die erachter zit? Er bestaat een apparaat, die staat daar linksboven, een interrogator, dat is ongeveer de grootte van een oude desktopcomputer, als sommigen dat nog weten. En daar zit een lasersignaal, laserlamp zit daarin. En die laserlamp die kan je, of het apparaat kan je aanzetten op een glasvezel. En die laserlamp die kan laserlicht door die glasvezel heen schieten. Nou, op zich is dat redelijk normaal. En het kenmerk van zo'n glasvezel is dat die laserlicht enorm snel doorheen kan. Want glasvezel kun je natuurlijk heel goed data mee versturen en heel snel. Maar het kenmerk van zo'n glasvezel is ook dat hij imperfecties heeft in die glasvezel. Dus dat die laserlicht, dat kaatst ook weer terug naar die interrogator. Nou is het ook het kenmerk van de interrogator dat hij die terugkaatsing weer kan opvangen. Dat is enorm veel data wat daar terugkomt. En die kun je bekijken, zeg maar. En dat zijn eigenlijk trillingen. Dus in die zin is een laser eigenlijk een die stuurt eigenlijk allemaal frequenties door die kabel heen. En de terugkaatsing die kun je gebruiken dus om te kijken of er ergens een trilling heeft plaatsgevonden. Dus op het moment dat ik pak een beetje op dat stuk dat daar enorm veel trilling is en dat laser gaat er doorheen en die kaatst terug, dan zal die terugkaatsing op dat punt zal anders uitzien dan normaal. En dat zouden we kunnen gebruiken, dat was in ieder geval ons idee, om te kijken van joh, lopen er misschien mensen langs de spoor, want die genereren trilling. Of is het spoor ergens kapot, zoals de trein er overheen rijdt, hoor je dan de kedekedeng van Guus Meeuwis, zeg maar. Of een trein genereert natuurlijk enorm veel trillingen.
Maar als een wiel kapot is, dat is eigenlijk die dingen. Dus als er een vlakke plaats op zit, dan maakt die meer impact op het spoor en dat genereert trillingen. En wat wij ook, waar we ook achter kwamen, die knopje, is dat we ook iets met de ondergrond komen. Nou, met dat gegeven en het feit dat ProRail overal langs het spoor glasvezel heeft liggen. En die single mode, omdat we natuurlijk over lange afstanden data willen versturen. Om bijvoorbeeld het treinbeveiligingssysteem aan te sturen, maar ook vanuit ICT om data te versturen. En dit is namelijk het glasvezelnetwerk van ProRail. En dit is nagenoeg hetzelfde als het spoornetwerk. Hebben in potentie één groot meetinstrument klaar liggen. Met dat gegeven zijn we in 2019 eerst met Daltaris aan de gang gegaan. Die hebben voor onze proef uitgevoerd en die was positief. Toen zijn we in 2021 hebben we een interrogator geleased en hebben we twee proeven gedaan. Dus we hebben eerst bij Tilburg Racehof hebben we het apparaat aangesloten. Dus je ziet hem daar in een ruimte van ons waar we hem aan de glasvezel hebben verbonden. En die glasvezel die loopt dan tot Breda. En dus we konden van Tilburg tot Breda meten. Je kan zelfs nog verder meten. Je kan zo iets van 100 kilometer ver zou je kunnen meten. En daarna hebben we het in Kampenveen eentje neergezet. Met als doel om deze toepassing te onderzoeken. Dus kunnen we een trein detecteren, kunnen we een ES-las, een fout of een gedegenereerde ES-las kunnen we die horen. Kunnen we spoorlopers horen, kunnen we de kritische treinsnel berekenen. Kunnen we een losse klemveer, dus waar het spoor mee vastzit, aan de dwarsliggers meten. Kunnen we wieldefecten horen en kunnen we iets met overwegverkeer. Joost gaat, want ja, ik regel alleen dat interrogator er komt. Hè. Joost is van de data, dus we zorgen dat al die data naar Joost komt en die gaat er dan mooie dingen van maken. Ik ga dat vertellen over treindetectie, spoorlopers, kritische treinstand en wieldefecten. Dat is ook al een vraag. Ja. De vraag is hoe ver je kan meten eigenlijk vanaf die glasvezel. We hebben er. Ja. Ja, we komen zo nog gaan we wat dieper op in, hè, maar wat we hebben proeven ondervindelijk hebben gezien of gehoord, is dat je vanaf 20 meter, als ik naar een glasvezel toe lig, loop die onder de grond ligt, want ze liggen overal 60 centimeter begraven onder het spoor, iets van 1 meter van het spoor af. Maar het is maar één kabel inderdaad, hè. Soms gaat die onder het spoor door, maar we hebben gemerkt dat we, als ik zeg maar in een weiland naar het spoor toe loop, dan kunnen ze me vanaf, een tip van de sluier dit, hè? Zo, dan kun je mij horen vanaf 20 meter al. Maar goed, dus zo komen we op de voorbeelden die dat bewijzen. Mag Joost vragen? Ja, bedankt, Kees-Jan. Nou, ik ga jullie nu laten zien hoe de data eruit ziet. We hebben op dit moment twee opstellingen, eentje bij Holte en eentje bij Venlo. En we kunnen nu live meekijken met wat er daar gebeurt. Dus hopelijk komen wat mooie treinen voorbij. De data. Nou ja, we zagen net aan de linkerkant, voor jullie rechterkant, zagen we een trein voorbij komen. Die lijkt nu even weg. Maar aan de rechterkant zie je wel al een aantal diagonalen met geel. En de gele en rode gebieden, dat zijn echt plekken waar er veel trilling gedetecteerd worden. Dus dat is over het algemeen een trein, maar soms ook autoverkeer van wegen die in de buurt liggen. Op de assen, dus op de x-as is locatie. Dus ik heb nu even een andere locatie erbij gepakt. Dus dit is 17,5 kilometer aan spoor, of nou, een kabel moet ik zeggen, die 17,5 kilometer aan spoor kan zien. En in de y-as is de tijd. Dus de nieuwe data die komt bovenaan binnen. En hier zien we dus op
deze plek zien we dat er op één locatie de hele tijd trillingen aan het gebeuren zijn. Ik zou dat nu even niet kunnen plaatsen. Het zou iets van heiwerkzaamheden kunnen zijn. Of verzin het maar, een overweg. Ik heb even niet helemaal scherp wat er precies ligt buiten. Maar voor dit zien we ook in deze data echt een aantal hele mooie treindiagonalen voorbij komen. Dus in de, voor jullie linkerhelft zie je echt een hele mooie trein. Dus daar zo rijdt hij. En dan zie je hier nog wat ander verkeer. Qua snelheid lijkt het even snel te gaan als een trein, maar ja, toch een stuk minder impact. Dus dit zou dan een weg kunnen zijn in de buurt. En dus zo kan je dus eigenlijk op deze manier naar een heel groot stuk ondergrond kijken en naar alle trillingen die voorbij komen op deze manier monitoren. Roept dit al verdere vragen op? Of, in de breedte, hoe bedoelt u? Linksonder zien we een trein passeren. Mm-hmm. Een heel duidelijk signaal. Maar ja, we zien ook in de breedte, zien we ook puur verticaal, zien we iets wat constant gebeurt. En dat heeft een bepaalde breedte. Kun je uitleggen wat dat... Nee, dus een verticaal signaal, dat komt hier overeen met een trilling die de hele tijd op dezelfde locatie aan het gebeuren is. En hoe breder dat is, hoe verder die trilling eigenlijk te meten is. Dus op het moment dat dat signaal over de hele breedte zou bestaan, dan zou je het over 17,5 kilometer voelen in de bodem. Dat zien we hier gelukkig niet. Maar de breedte geeft dus ook een grootte van hoe ver is het te voelen in de omgeving. Oh, ja, daar komt de goederentrein aan linksboven nu. Dus je ziet ook dat hij een stukje langer is. Een stuk meer geluid wat er ook vanuit komt. Dus ja... Ik zie nog een vraag daar achterin. Is graafrijp van de bever, is dat dan wel prominent aanwezig op dit soort... Omdat natuurlijk echt dit zijn, ja, goederentrein is toch wel iets groter dan een bever die ergens aan het graven is. Maar ja, daar hebben jullie vast over nagedacht. Nee, daar komen we zeker nog op. Later in de presentatie er meer over, maar we gaan er naartoe. Ik denk dat ik dan doorga met de use cases waar we eigenlijk mee begonnen zijn met het onderzoek. Ga ik even terug naar de goede slide. Zo. Dan kan ik klikken. Dus ik wou jullie meenemen aan de hand van drie use cases die we eerder onderzocht hebben. En uiteindelijk komen we wel bij bevers terecht, dat beloof ik. De eerste use case waar we naar kijken, nou, we zijn ProRail, dus wieldefecten is voor ons een hot topic. Treinwielen die slijten op het moment dat ze over het spoor heen gaan en op het moment dat ze op een onregelmatige manier slijten, dan kan je vlakke plaatsen krijgen, dus dat een cirkel, een wiel van een trein niet perfect rond is, maar dat er een zogenaamde vlakke plaats op zit. Of er kunnen uitbrokkelingen zijn of de cirkel kan uit het lood zijn. En alle manieren waarop zo'n cirkel onrond is, dat kan schade opleveren aan het spoor of gevaren opleveren. Denk aan ontsporingen in een extreem geval. Dus eigenlijk, we zagen net al alle treinen heel mooi voorbij komen, keurige diagonalen. En we krijgen gigantisch veel data binnen. Dus om even een concept te geven van de schaal, we hebben het over terabytes per week. We hebben elke seconde zeg maar een miljoen metingen, die orde grootte. Dus een gigantische bak met data. En dan is de vraag, wat zit erin? En we kunnen hier heel erg in detail inzoomen op bepaalde treinen en daarmee heel karakteristiek gedrag ontdekken. Ik zei heel veel data, maar wat een van de uitdagingen, ironisch genoeg, voor wieldefecten is dat we weinig validatiedata hebben, gelukkig. Met validatiedata bedoel ik treinen waar echt wat mee aan de hand is. Dus echt hele grote wieldefecten, dat is voor een onderzoeksperspectief prachtig, omdat je weet waar je op moet letten, maar ja, voor buiten is dat minder gewenst. Dus dat is een van de uitdagingen waar we in de data-analyse tegenop liepen en lopen. Maar om een beeld te geven van een wieldefect en hoe dat inderdaad eruit ziet.
Dus we hebben allerlei andere systemen bij ProRail. Dus aan de linkerkant zien we een systeem dat heet Quovadis. En dat geeft metingen van hoe zwaar is een trein. En wat we zien is, de meest linker wagons die zijn super zwaar. Dus dat is de locomotief van de trein. En dan daarachter is het een, ik denk dat dit een goederentrein is. Dus een lege goederentrein die weegt niet zoveel. Maar de locomotief weegt wel behoorlijk wat. En als we dan gaan kijken in het vogelsignaal aan de rechterkant, dan zien we eigenlijk, vanuitgaande de tijd is aan de bovenkant en de, die loopt dus naar beneden en op de x-as weer de locaties. Dan zien we eigenlijk dat er een hele grote rode band is aan de bovenkant van het signaal, dus aan de voorkant van de trein. Maar gek genoeg ook aan de achterkant van de trein, terwijl we dat op basis van het gewicht niet zouden verwachten. Dus dit is een indicatie dat achteraan in de trein er iets zit. Dus hopelijk een wieldefect. Wat deze extra grote trillingen aan het veroorzaken is. En op het moment dat je deze plaatje op een goede manier nabewerkt, dan kan je in kaart brengen van hoe rood is de diagonaal. En daarmee eigenlijk zeggen van waar zitten de slechte plekken in de trein die we niet zouden verwachten puur op basis van het gewicht. Dat wat ik wou zeggen over wieldefecten. Spoorlopers, dat is eigenlijk de volgende use case waar ik wat over ga vertellen. Ja, tuurlijk. Ja. Op dit moment zijn we nog... De vraag is, doen we iets met de data als in de resultaten die eruit komen? Dus tot nog toe zijn we, vorig project 2021-2022, dat was echt heel proof of concept gericht. Dus heel erg kijken van wat is er mogelijk. En we zijn nu opnieuw met deze techniek aan de slag om het verder uit te breiden. En het ook meer richting een productiesysteem te doen. En voor wieldefecten zijn we dus ook wel aan het kijken hoe we die data weer terug kunnen geven aan de vervoerders. En er lopen allerlei gesprekken over. Dat is nu nog een beetje in de uitzoekfase. En hoe groter het wordt, hoe meer partijen erbij komen. En daar komt ook weer een nieuw stuk complexiteit voor ons bij. In die zin zijn we daar nog mee in ontwikkeling. Spoorlopers. Dus een spoorloper is een ongeoorloofd persoon langs het spoor. Soms zijn er mensen die geoorloofd langs het spoor zijn. Dus denk aan werkzaamheden of mensen die vooraf hebben aangegeven dat ze buiten dingen gaan doen. Maar op het moment dat voor ons niet bekend is, dan is dat een mogelijk risico. Het kan zorgen voor gevaarlijke situaties, vertraging. Dus als een machinist iemand die langs het spoor loopt, dan... er moet doorgecommuniceerd worden, moet de trein mogelijk langzamer rijden. Allerlei ellende kan het geven. En eigenlijk was dus ook de vraag van, kunnen we met VOAS dit soort spoorlopers eerder opsporen? Kunnen we ze überhaupt zien in de data en kunnen we daarop acteren? Het lastige is in deze use case, je weet niet waar die mensen lopen. Je weet überhaupt niet of ze lopen. Er ook om een beeld te krijgen van hoe zou het inderdaad nou precies uitzien. Dat is een puzzel. Dus locatie en tijd is onbekend. En wat ik al zei, we hebben terabytes aan data per week om doorheen te worstelen. Dus hoe ga je daar de goede dingen in vinden? Nee, precies. In de praktijk, op het moment dat een willekeurige Nederlandse burger besluit om een stukje langs het spoor te lopen, hebben wij daar in principe weten wij niks over. Ja. Nee, inderdaad. Dus dat is ook hoe we dit aangevlogen hebben. Dus we hebben een spoorloper gecreëerd en hij zit daar. Dat is allemaal goed gegaan. Maar we hebben Kees-Jan langs het spoor laten lopen. En dat was voor ons ook een leuke uitdaging. Eerst was hij een keer langs het spoor gaan lopen en toen wisten we precies waar hij was.
Dus toen konden we inderdaad precies op zoek naar de patronen die voetstappen achterlaten. Een wandelend persoon is eigenlijk iemand die om de seconde ongeveer een pas zet en met een bepaalde snelheid voortbeweegt. Dus in de data zag je op een gegeven moment wel echt dat er een soort van eilandjes, vlekjes van kleine impactjes waren. En daar hebben we toen een model op getraind. Dus data ontzettend nabewerkt, uiteindelijk een neuraal netwerk. Dus een beeldherkenningsalgoritme op losgelaten. En toen eigenlijk Kees-Jan nog een keer op pad gestuurd met een getraind model. Nou, hier zien we weer een stuk data. Dus we zien in de gele diagonale zien weer de treinen. We zien onderin ook nog een snelweg die ernaast heeft gelegen. Je ziet op dit scherm niet zo heel goed, maar er zijn echt diagonalen die voorbij komen in beide kanten. En hier zit ergens een spoorloper verstopt in de data. Dit hebben we door het model gegooid, dus door dat neurale netwerk. En hij vond hier de gele eilandjes vond hij lijken op voetstappen. En als je dit nu weet, en ik ga weer even terug naar het vorige plaatje, dan zie je dat er bovenin ook wel een heel erg trage diagonaal is. Geloof me, hij zit er. En deze gele eilandjes, dat was inderdaad waar Kees-Jan aan het lopen was buiten. Dus je ziet eerst dat er een stukje beweging in zit. Op een gegeven moment ging hij nog parallel aan het spoor lopen. Dus wat net de vraag ook was van hoe ver zag je hem? Nou, dat was dus 20 meter. En dan zie je op een gegeven moment wel dat de voetstappen niet genoeg signaal meer geven om het te detecteren. Maar in die zin konden we dus met 100% accuracy pinpointen waar hij geweest was die ochtend. Dus dat was heel cool. Ik denk dat wat betreft spoorlopers. Ik zie nog een vraag. Ja. Ja, er komen bevers, denk ik. Nou, dan. Dus ik er komen zo slides over bevers. Dat, er is nog een vraag. Op dit moment komt de data binnen bij een interrogator, dus daar wordt alle data echt neergezet. En uiteindelijk is wel het idee om dat ofwel in het veld ofwel met een nabewerking door software te laten doorspitten. Dus het is niet dat hier honderden mensen diagonalen hoeven te gaan tellen. Dat is niet... De droom zou zijn een automatisch systeem die al deze use cases, misschien tegelijkertijd afhankelijk van of de instantie op die locatie... daar alarmmeldingen of wat voor terugkoppeling gewenst is, daar meteen uit komen rollen. Nog een vraag? Inderdaad een opmerking vanuit de zaal. Je kan 20 meter ver kijken, dus je krijgt op een locatie van alles mee. Ook dingen die niet per se voor ons relevant zijn. Het mooie is wel dat we weten op welke locatie we kijken. Dus op het moment dat het echt in een stedelijk gebied is of op een perron. Bijvoorbeeld op een perron, daar mogen mensen prima lopen. Dus in die zin is dat ook niet zo interessant als we daar een spoorloperalgoritme op gaan zetten. In die zin, je ziet van alles, maar we hebben ook wel genoeg context om te weten naar welke dingen we echt geïnteresseerd zijn. En als we niet geïnteresseerd zijn, dan hoeven we niet naar te kijken. Dus. Dat zijn we nog niet tegengekomen, maar dat zou mooi zijn. De volgende use case, Kees-Jan zei het net ook al even, daar werken we samen met Deltares. De kritische treinsnelheid, dat is een probleem. Misschien niet voor iedereen even bekend, dus korte toelichting. Op het moment dat een trein rijdt, dan genereert die trillingen. En dus
als er een trein langs komt rijden, dan voel je een paar honderd meter of voordat die er is, voel je de grond al onder je voeten trillen. En eigenlijk is het een probleem als de snelheid waarmee die trillingen voorbij komen, als de treinsnelheid daar heel erg in de buurt komt. Dus dan kan je in een extreme situatie, dat gebeurt niet, meteen geruststelling geven. Maar op het moment dat die golfsnelheid heel erg in de buurt komt van de treinsnelheid, dan gaat een trein eigenlijk op zijn eigen golf rijden. En dat geeft allemaal ontzettend verhoogde trillingen en dat kan overlast voor de omgeving veroorzaken. Schades en dat soort zaken. Dus eigenlijk willen we als ProRail in kaart brengen voor welke locaties zit er nou een limiet aan hoe snel de ondergrond ons toestaat om met treinen te rijden. En dat is interessant voor gevallen waarin je met treinen sneller zou willen rijden of om überhaupt in kaart te brengen van waar zitten nou de zwakke plekken in de ondergrond. Er zijn lokale methodes voor, zogenaamde MASW-metingen. Dat is een gevalideerde techniek om op een lokaal stukje van zeg maar 50 meter een beeld te krijgen van wat zit er nou in de bodem en wat is de samenstelling ervan. Maar het is eigenlijk best een kostbare manier om alleen voor een klein stukje iets over de bodem te kunnen vertellen. En die techniek die werkt eigenlijk door trillingen te genereren, door eigenlijk met een hamer of een geavanceerde hamer te slaan en te kijken hoe die golven zich in de bodem voortbewegen. En dus samen met Daltaris onderzocht, kunnen we de trein eigenlijk gebruiken als hamer. Een trein is ook gewoon iets wat heel veel trilling genereert en kunnen we op die manier met zo'n vogelsinstallatie kijken hoe hard een trein mag hoe snel de trein de ondergrond er toestaat. Dus daarvoor hebben we eigenlijk voor een treinpassage hebben gekeken van waar zit nou het begin en het einde van de trein. We hebben stukjes voor en na de trein gekeken, de zogenaamde boeg- en staartgolven. Dus waar ik net al over had, als de trein naar je toe komt, voel je de grond trillen. En eigenlijk dat stukje data, dat hebben we uitgelicht. Daar kan je dan een behoorlijke nabewerking op doen. Dus je kan, wat we nu doen is voor een dag hebben we ongeveer 60 treinpassages in een richting. Die kan je dan middelen, dan krijg je een soort gemiddelde golf die uit een trein komt op die locatie. Die kan je omzetten in een plotje. Dus wat is de snelheid waarmee die golven zich voortbewegen? Daar komt een soort van patroon uit, een zogenaamd phase velocity spectrum. En nog meer geotechnische magie en nabewerking komt er een kaartje uit die zegt wat de kracht van de maximale toegestane snelheid is op elke diepte in de ondergrond. En op het moment dat je dat elke 50 meter doet langs een traject, dan kan je eigenlijk zo met VOAS voor een heel traject in kaart brengen van hoe ziet de ondergrond er nou uit. Deze pipeline die staat en daar kunnen we een dag aan data in gooien. En dan kunnen we in ieder geval die bovenste helft kunnen we doen. En daarmee weten we dus op welke plekken de treinsnelheid daardoor beperkt zou worden. Ik zag een vraag. Ja. Ja, klopt. Dus ik merk wat ongeduld, maar we komen nu echt bij de wevers. We hebben in 2022 dus deze use case onderzocht. De meeste kwamen hele mooie resultaten uit, maar de bevers die zaten stiekem ook niet in de scope in 2022. Maar we hebben uiteindelijk wel wat bewegingen op specifieke plekken gevonden. Ik denk dat dat... Zijn er vermoedens waar ik het nu over ga hebben? Mogelijk. We zagen hier, we hebben een dag aan data in kaart gebracht. Ook wel gezocht op een relevante plek. Dus op basis van waarnemingen.nl zagen dat er langs het spoor waar we aan het meten waren, dat er wat bevers gedetecteerd waren. En ook op deze plek zagen we dus bewegingen in de bodem die we niet konden verklaren op basis van treinbewegingen of echt mensen die in de buurt waren.
En wat we wel zagen toen we ook de ProRail-luchtfoto erbij pakten, was toch wel een indicatie dat er gravende dieren waren op dat stuk spoor. Ik weet niet of dit werkt, maar hier onderin zie je een klein zwart gat. En dat lijkt een hol van een dier te zijn. En ook op het moment dat je kijkt naar, naar het spoor, dan zie je overal keurig roestaanslag zitten. Dat is normaal. Maar op sommige plekken zie je dat er eigenlijk geen roestaanslag zit op de dwarsliggers tussen de stenen aan de onderkant. En dat kan indicatie zijn dat daar recent de ballast, de stenen waar de dwarsliggers in liggen, dat die verschoven zijn. En dat kan dus een indicatie zijn dat er graafwerkzaamheden zijn geweest. En met het hol aan de onderkant erbij is dan wel een indicatie dat het door een dier gedaan is. Of dit dan een bever geweest is, ik ben daar zelf niet getraind in. Het ziet er wat te klein uit misschien, het gat. Dus het zou ook om een konijn of om een ander dier kunnen gaan. Maar in theorie, op het moment dat we een locatie hebben met bevers, dan zouden we zeker verwachten dus de trillingen te kunnen zien. We gaan hier komend jaar ook nog in meer detail naar gravende dieren zoeken. En eigenlijk veel van de uitdagingen waar ik het eerder al kort over heb gehad, die zijn voor bevers ook aan de orde. We weten niet precies waar ze zitten. Er zijn wel wat kaartjes voor, maar wanneer en op welk moment ze actief zijn, wat ze precies ondergrond hebben gedaan, daar is in ieder geval geen 100% kennis over. We hebben wel een aantal locaties waar we verwachten dingen te kunnen gaan zien. Maar dat gaan we ook nog allemaal beproeven de komende tijd. En eigenlijk zijn er voor bevers en andere gravende dieren eigenlijk drie toepassingen mogelijk met deze technologie. Dus het detecteren van nieuwe locaties. Ook al hebben we geen indicatie van tevoren dat er iets aan de hand is, dan zouden we toch kunnen kijken in de data van, zien we echt specifieke patronen in de data die lijken op dieren die aan het graven zijn. Op het moment dat we weten dat er al een locatie is, dan kunnen we kijken, is er nog echt actieve beweging? Dus zien we dat er dingen in de ondergrond aan het gebeuren zijn die we niet op een andere manier kunnen verklaren. En ook vanuit de kritische treinsnelheid kunnen we dus een kaart van de ondergrond maken. En theoretisch zou je daar hole detectie mogelijk mee kunnen doen. Dat zijn lekker drie mogelijkheden op een rij. We zijn nog aan het onderzoeken. Maar op het moment dat je in zo'n kritische treinsnelheid kaartje ziet dat er toch iets heel geks in de grondlaag gebeurt en je kan daar in hoog genoeg resolutie op inzoomen, dan zou je daarmee kunnen kijken of je hole kan gaan zien. Dus dat zijn eigenlijk de drie toepassingen die we voor ons zien met deze technologie. Ik zie nog een aantal vragen. Volgens mij was je eerst. Nog niet. Nee, we zijn met Venlo eerst met een aantal andere use cases bezig. Qua instellingen zitten we ook te kijken. Het zit best een eentje van de interrogator af. Dus het is nog een beetje de vraag of we genoeg resolutie hebben om naar te kijken. Dus het staat wel. We hebben Franka gevraagd om dan bij Amerika en dan in Nederland nog even te gaan kijken of we daar activiteit zien. Hè. Dus bij Venlo. Toevallig hebben we hem daar geplaatst en meten we naar Eindhoven toe. Dat is best wel een eind. Maar daar willen we kijken van, is daar activiteit en we verzamelen die data. En we gaan later, dat zal ik zo even laten zien, gaan we nog naar tussen Nijmegen en De Bos. Natuurlijk een toplocatie. Daar gaan we echt deze drie functionaliteiten verder onderzoeken. Doe maar. Even kijken of ik de aandacht wel heb van de heren. Ja. precies. Holedetectie, daarvoor heb je dus wel echt die rijdende trein nodig die trillingen produceert. Hè?
Want ik zit te denken in een waterschap, stel dat je zo'n soort systeem in een kering zou aanbrengen, dan hebben we daar niet zoveel aan, want daar heb je niet die constante, daar gaat niks overheen. Ja, een wandelaar misschien. Maar je hebt wel echt die flinke trilling van die trein nodig, denk ik, om die holodetectie te kunnen doen. Ja, je hebt inderdaad een bron nodig van trilling die de grond in gaat en weer terugkomt. Dus dat zou je in principe zelf kunnen organiseren met een. Je hebt er wel speciale apparaten voor. Er is een bedrijf in Frankrijk, Sercel, die. In Frankrijk hebben ze natuurlijk meer kalkgrond. En op het moment dat daar water stroomt, dan kan dat kalk wegstromen. Dan krijg je van die zinkgaten. Dus daar is dat een groot probleem. En zij hebben wel een model ontwikkeld die dat goed kan waarnemen. Dus we weten dat het kan. Alleen we willen het hier ook kunnen. Ja, ik had nog één extra puntje. Dankjewel. Bij het waterschap wordt heel vaak gezegd, ja, maar ja, wij hebben niet het voordeel dat we zo'n bestaand netwerk al hebben liggen. En we gaan toch niet al onze kilometers keringen zo'n kabel ingraven. Nou, daar wou ik vragen, waarom niet? Is het heel ingewikkeld om die kabel in te gaan? Ik hoor dat die 60 centimeter diep moet. Moet daar nog van alles omheen aan stroomvoorzieningen of... Hoe ziet dat er technisch uit? Nee, dus het is redelijk passief. Hè. Volgens mij gebeurt het al in dijken. Het wordt nu ook veel toegepast in de olieindustrie. Dus leggen de kabel vast aan een pijpleiding over in de zeebodem. Dus je plaatst hem daar en je gaat aan de ene kant zet je dat apparaat neer en je kan meten. Ik weet dat Taars heeft ook ook voor dijkbewaking inderdaad wel proeven gedaan. Dus wij hebben een vezel die met licht werkt, dus die akoestisch meet. Maar je hebt ook glasvezels waar je de rek goed kan meten. Dus dat is maar op millimeter, als die kabel beweegt, dan kun je dat detecteren. Qua ingraven... Volgens mij dat kost natuurlijk best wel wat, hè, maar als er eenmaal op liggen. Ik denk dat dit ook wel de toekomst wordt, dat je ook bij grote kunstwerken als brug en viaducten, dat het gewoon standaard erin wordt gegoten. Want je kan echt minimale afwijkingen kun je detecteren. Ja. Brandalarm? Zou ik gewoon praten? Ja. Of je ook kan zien hoe ver van de kabel af activiteit is. Dus bijvoorbeeld, hij heeft een stuk gegraven, de bever. Kan je ook in de gaten houden of hij verder weg is gaan graven of alleen dat er activiteit is? Wat we in ieder geval wel zien met die kritische treinsnelheid-applicatie, is dat het spoor wat verder weg is, daar krijgt wel minder goed signaal. Dus in die zin is hoeveel signaal je door krijgt wel een mate van hoe dichtbij de kabel ben je. Maar om dan op basis van het signaal te zeggen of het links of rechts is geweest, of wat voor ons ook interessant is, is het op de linker of de rechter spoorstaaf. Er schijnen wel technologieën voor te zijn, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen. Dus dat... Even aanhakend op haar vraag. Ik denk dat het helemaal niet nodig is om exact te weten waar dat hol zit. Als je ongeveer weet dat het binnen 2 of 3 meter zit, dan kun je altijd iemand daar naartoe sturen om verder te kijken hoe dat daaruit ziet dan. Ja, maar je hebt ook holen, dat is alleen een snackkamer. En dan ben je wel benieuwd, gaat die 10 meter verder gaan? Alleen een snackkamer is, dan kan je hem in principe laten zitten van ja. Hou het daarbij. Dan ben ik benieuwd of je met glasvezel in de gaten kunt houden van wordt het steeds groter en groter onder het open toe vergraven. Nou, het idee is inderdaad dat we, Frans, jullie gaan ons ook meehelpen met het ontwikkelen van die algoritme. Maar het idee is dat we inderdaad zien dat er in het baanvak een holle ruimte is. En dat we dat blijven monitoren, dat als die holle ruimte zich verplaatst. Hè, want ik was begrepen van Michel... Dat wel, hoeveel meter per dag, wel 50 meter, of was het nog meer? 100 meter. Ja.
Ja, dus dat is voor ons dan weer van belang. Hè. Zullen we weten waar ze zitten. En dan, Franka is dan onze eerste lijn, zeg maar. Van als we weten dat er iets is, dan hopen we hiermee in ieder geval A te kunnen horen van joh, is die aan het graven? En B, is die holle ruimte. Nou, als je inderdaad naar opzij gaat, dan is het minder van belang. Maar als het in de bouwvak is, dan is het wel een risico. Ja, ik had nog een vraag over of de grondgesteldheid nog veel uitmaakt. Of de werking van de glasvezel ver is of niet. Dat je op sommige stukken misschien door een bepaald soort klei of zand heel ver kan meten of juist dichtbij. Of jullie daar ook al naar gekeken hebben of dat nog gaan doen. Ja, wat we wel weten met de kritische treinsnelheid is dat klei of veengrond slechter is voor ons. Omdat daardoor de energie minder goed door de grond heen kan. Een zandbodem is in die zin fijner. Maar misschien met de kennis van jullie, dat ik weet niet of een bever klei fijner vindt dan zand. Dat zal natuurlijk nog wel een... Met name natuurlijk ook de vraag, omdat veel dijken een heel stuk klei hebben dichter op, er tegenaan of ervoor in het voorland. En ja, als dat dan geen signaal doorgeeft, dan heeft het ook weer... Dat signaal komt er wel doorheen hoor. Dat, ja. We kunnen inderdaad, volgens mij tot 1/3 van de lengte kunnen we de diepte in. In theorie zou dat kunnen volgens mij een kilometer diep horen. Ja, dus die trilling gaat een kilometer diep in de grond in en dat kunnen we opvangen. Ja, ik wou nog even uitleggen waarom dit zo belangrijk is voor ProRail en wellicht ook interessant voor de waterschappen. Als het lukt om holen te kunnen vinden, dan kunnen we ze allemaal gaan herstellen. En dan hebben we echt een situatie gemaakt waarin we zeg maar, kunnen zeggen, alle sporen zijn nu veilig. En als we daarbij ook nog nieuwe graverij kunnen waarnemen, dan kunnen we heel snel gaan ingrijpen. Zodra je hoort, daar wordt gegraven en je weet de locatie, dan kun je er iemand heen sturen en die kan beoordelen hoe erg het is. Of we besluiten, we gaan dan treinverkeer stilleggen of vertragen. Dat willen we juist niet, maar goed, dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Maar met deze techniek kunnen wij dus waarschijnlijk de veilige bereikbaarheid van de sporen in Nederland voldoende garanderen. Zonder dat we overal bevergaas moeten ingraven. Wat nu eigenlijk de enige optie is die we hebben, damwand of bevergaas, wat onbetaalbaar is. Dus hiermee ontstaat een visie op de toekomst dat we die detectie gaan inzetten voor alle sporen die kwetsbaar zijn. Voor bevers en dassen. En dat we heel snel gaan acteren, het spoor herstellen. Alleen dat mag nog niet. Dus die juridische ruimte daarvoor krijgen, dat is ook een noodzakelijke stap. Maar dan zijn we echt een heel eind verder dan nu. Henny. Ik vind het ook heel interessant, hè? Maar ik vraag me af, zeg maar, is dat niet iedere keer reactief toch reageren zeg maar, op de problemen die je hebt, terwijl je eigenlijk veel meer preventief wilt kijken, waar zijn de risico's en kunnen we zeg maar, met proactieve vooruit nadenken, bijvoorbeeld in een HWBP, er alvast voor zorgen dat de bever geen problemen kan veroorzaken. Want kijk, die bever die kan in Wamel een gat graven en die gaan we lekker dichten, want dan hebben we hem geconstateerd. Maar dan gaat hij 10 meter verderop weer een gat graven. We moeten hem daar weer dichten, terwijl we als we in één keer Wolverensprok gewoon goed realiseren met preventieve maatregelen, ja dan... En dan kan die daar geen schade meer brokken. Dus dat is even mijn vraag. Hè? Is het niet een beetje reactief beleid in plaats van proactief beleid? Ja. Kom nog even bij je terug. Mijn eerste oorspronkelijke gedachte was ook altijd, we moeten gewoon alle kwetsbare sporen gaan beschermen. Nou, dat kunnen we misschien over 20 jaar bereikt hebben. Maar dat is gewoon onbetaalbaar. Dus of we moeten goedkopere oplossingen vinden om dat preventief te doen... Of we kunnen deze oplossing uitwerken, dat we heel snel reageren, met als voordeel dat de herstelkosten heel laag zijn, het risico is heel beperkt gebleven. En voor de dieren zelf is de impact ook veel kleiner, want die zijn nog maar net begonnen met graven. We zijn er meteen bij. Er zijn nog geen jongen en ze kunnen nog omdraaien en ergens anders gaan graven. Dus de impact is veel kleiner. Ik denk dat het heel goed te verdedigen verhaal is. En ondertussen heb je waarschijnlijk op die locaties ook preventieve maatregelen nodig, of je moet ze heel onaantrekkelijk maken. Maar wij zitten ermee
dat we de veilige bereikbaarheid moeten borgen. En dat bereik je niet met alleen maar bomen en struiken weghalen. En, want dat garandeert gewoon onvoldoende. Dus, ik pleit echt voor en-en, zeg maar. Ik vind en-en ook de allermooiste optie. Alleen ik denk dat we inderdaad tijd te overbruggen hebben. Want we kunnen niet in één keer miljarden uitgeven om heel Nederland alle keringen, alle sloten, alle wegen, alle sporen te beschermen. Dat vond ik net in de paneldiscussie ook wel, dat triggerde me. Ik kon het toch niet laten. Preventieve maatregelen, supermooi. Maar de vraag is, hoeveel kunnen we realiseren in relatief korte tijd? Dus je zult er ook echt een ander plan nog naast moeten hebben. Ja, monitoren werd hier linksop gezegd. Michel, misschien heel ver gedacht. Hè? We hebben met glasvezel kunnen we dus alles detecteren. We hebben straks ook over stroomactiviteit om weg te houden. Er wordt op dit moment heel veel gedacht over ERMTS. Dat er overal nieuwe kabels neergelegd worden in de grond. Zit daar een oplossing in die combi? Op het moment dat er dus graafactiviteit is in de buurt van het spoor. Dat dus er dan... door middel van een schokgolfje, dat die geweerd wordt. Creatief, ja. We noteren het. Volgens mij gaan wij nog... ik had nog een quizje, maar ik weet niet of jullie daaraan toe zijn. Ja? Oké, doen we hem. Wat horen jullie hier? Ja, ik denk dat het zo zichzelf weggeeft op 1 minuut 10. 15 seconden. Dat is het tweede geluid en die wil ik ook horen. Trouwens geen prijs te verdelen. En dan de tweede. Lachen, man. Nou, die is ook duidelijk. De eerste hoorde je twee geluiden. Ja, hij is niet makkelijk, hè, want we hebben aan Joost gevraagd van ja, leuk al die beeldjes, maar... ja, uiteindelijk levert het een trilling op. Die data wordt er opgehaald, er worden beelden van gemaakt, maar kun je ook die trillingen weer teruggeven? Dus we eigenlijk gaan Joost vragen van, joh, kun je hem weer omzetten in trillingen? Nou, de eerste hoorde je, als eerste hoorde je, wat hoorden jullie? Eerst als tik, spoor, trein, op links, achter. Doem, 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 doem. Doem. Ja, ik zal het verklappen. De eerste geluid was eigenlijk een iets van een gravend dier. Dus we hebben eigenlijk datzelfde geluid opgepikt waar we eerder een beeld van lieten zien. En eigenlijk het tweede geluid was een trein. Nou, ik denk niet dat het hier wat slechter overkomt, hè, maar op een gegeven moment hoorde je dat gegraven hoorde je minder worden, omdat er een trein aankwam. Dus een gave dier zal dan ook stoppen van, hey, wat gebeurt hier? De dennet is over me heen. Voor ons is dat ook wel van belang, hè, want we hebben de treindata nodig om vlakke wielen of verkeerde wielen te horen. Of als hij over het spoor heen rijdt, over een ES-las. Dat hebben we ook wel kunnen aantonen. Als die ES-las slecht is, dan hoor je dat ook.
Voor gravende dieren willen we geen trein hebben, want die verstoort alleen maar de data. En dan willen we de data hebben als er geen trein rijdt. Dus dat. Is dat sorry? Ja, nee, dat is het formaat van een geluidsbestand. En die tweede was een spoorloper. Nou, die is niet te horen op een WAF-faal. Waarom doe je het niet? Even kijken. En zo ziet de data in, op beeld uit. Dus die eerste was een dier en toen kwam een trein langs. En die tweede is een spoorloper. Nog even tot slot. We hebben nu één interrogator in holte staan. Dus we zijn dit jaar weer een proef begonnen. Waar we wieldeffecten, trillingshinder en baanstabiliteit meten. Met name om die Duitse baantrein ook te meten. Want het is best wel een zware lok die daar over het spoor komt. En de tweede ligt nu bij Venlo. Dus er zit een Heijhoeve, hebben we die geïnstalleerd. Hier ergens, kun je mijn muis zien? Nee. Een stuk van Venlo af zijn wat dassen en beverburchten volgens mij gedetecteerd eerder al, 2 jaar geleden al. Dus dan willen we kijken, laten we die data verzamelen om te zien of er nog activiteit is. En wat we gaan doen met die interrogator van Holte, die gaan we verhuizen naar waarschijnlijk Ravenstein. En dan gaan we van Ravenstein naar Nuland. Ik heb er even professorisch wat bevers in getekend. Want daar zijn de meldingen die ik van Michel heb ontvangen. Daar is gedoe. En dus gaan we daar echt meten van, kunnen we ze horen graven en kunnen we die holle ruimtes in het baanvak detecteren. Dus dat is het plan voor dit jaar. Dus ja, helaas komt dit iets aan de vroege kant. We zullen ook in februari bij die internationale bijeenkomst in Wageningen. Dus hopen dat we daar al wat meer resultaten hebben. U had een vraag. Ik verhuis interrogate elke keer, ja? Ja, zwaar, duur, moeilijk. Heel duur. Hij kost 2,5 ton. Ja, eitje. Maar het is wel een goede vraag, hè? Want uiteindelijk kun je grotere stukken spoor monitoren. En we hebben nu eentje geleased, een stuk goedkoper. Om aan het eind van dit jaar ook de conclusie te trekken van joh, is het van nut, hè, voor bevers en dassen, maar ook voor die andere use case die we verder ontwikkelen. En ja, dan gaan we een soort business case maken. Hoeveel van die apparaten hebben we nodig om het grootste stuk spoor van Nederland te kunnen monitoren? We hebben een Europese aanbesteding gedaan en er kwamen 5 aanbiedingen binnen. Je hebt een paar leveranciers op de wereld. En wij hebben nu van het bedrijf Luna, / OptaSense, hebben die uit Engeland hebben die geleased. Ja. En ik vroeg me af, als je het zou toepassen, zo'n interrogator, kun je die ook op bestaand glasvezelnetwerken aansluiten? Met als doorkijk, in de meeste dijken hebben wij geen glasvezel. Tenzij je denkt in de huisaansluitingen die bij sommige dijktrajecten al... Ja, goeie. Nee, we sluiten het aan op ons bestaande glasvezelnetwerk. Dus het kan ook bij je thuis, als er nog een geel draadje voor je bij de stoep de uitsteekt, dan zou je hem daarop aan kunnen sluiten. Ik heb dat nog niet verteld, maar blijkbaar kun je dus ook gewoon... Die conclusie kun je zelf trekken, maar je kan ook bijvoorbeeld gesprekken opnemen met zo'n apparaat. Om het even wat spannender te maken. Maar goed, ja, zo'n trilling. Ja, je stem is een trilling. En de interrogate inderdaad. Is er geen effect op het huidige gebruik van de glasvezelnetwerk? Nou, de vezel waar wij op zitten, die kun je nergens anders voor gebruiken. En dat is ook een kenmerk van een single mode. Daar kun je gewoon maar één ding mee doen.
Maar goed, wij hebben zit bij ons in de HDPE-buis met of 96 of 72 vezels. Dus wij hebben er heel veel liggen en altijd een paar dark fibers over voor monitoringwerkzaamheden of dit soort of voor de toekomst de uitbreidingen, dat je voor nu genoeg hebt. Ja, dus de meting is alleen maar op een kabel die niet gebruikt wordt voor andere dingen. Precies. Dus. Ja, jullie werken nu met bestaande glasvezels die er al liggen ondergronds, maar zou je ook bijvoorbeeld een net van glasvezel op het oppervlak kunnen leggen en dan zo een kleiner gebied in 2D dan kunnen monitoren? Of is er te veel verstoring van de bovenlucht? Moet het echt ondergronds? Nou ja, op zich, als het in de grond ligt, is wel ideaal, omdat de trillingen daar natuurlijk makkelijker de kabel ook kunnen raken. Dus ik denk dat je hem op de grond legt, zul je wel de trillingen die in de grond kunnen horen, denk ik, beter. Dus ik denk dat het wel beter is dat hij ingegraven wordt. Nou, ik vind het echt super interessant, hè? Ook voor de waterschappen mogelijk. Maar wat ik mij afvroeg is, zeg maar, want niet overal vormt de bever natuurlijk een risico, ook niet langs de baanvakken. Hebben jullie zicht op waar je dit zou moeten meten, op hoeveel kilometer, op hoeveel percentage van jullie baanvakken dat nodig zou zijn, zeg maar, waar de bever een mogelijk risico vormt? Ja, een bever of een das vormt een risico op het moment dat ze een hol graven onder en in het baanvak van ons. Ja, maar niet overal komen bevers voor natuurlijk. Hè? Dus de natuurlijke habitats van bevers die zijn niet overal langs het spoor, kan ik me voorstellen. Nee, en ik heb wel van Michel begrepen dat bij ons is natuurlijk best wel rustig ons grondgebied. Dus ze hebben daar weinig. Misschien moet jij dat vertellen, Michel. Het is afgelopen jaar relatief rustig geweest, dat klopt. We hebben met gisteren geprobeerd landelijk te analyseren waar we risico lopen. En dat hebben we heel uitgebreid gedaan, maar daar komt straks ook een workshop over in de middag. Om te kijken van wat is nou het habitat geschikt voor bevers en waar liggen de sporen die kwetsbaar zijn. En waar is het leefgebied, waar zitten al bevers. Maar het blijkt heel lastig te zijn om met name dat habitat met gis helder te krijgen. Dus we hebben een kaart en dan heb je rode sporen en groene sporen. Maar een percentage heb ik zo niet in het hoofd. Maar daar zijn we druk mee bezig. Maar het valt tegen hoe simpel dat is om dat even vast te stellen. Maar inderdaad, er zijn sporen die we nu gewoon helemaal buiten beschouwing kunnen laten. In Noord-Holland zitten geen bevers. Tenminste, het noorden van het Noordzeekanaal niet. Laten we dat zo houden. Maar, maar dus daar hoeven wij even niet met dit soort detectiemaatregelen aan de gang. Je kan daar wel al nadenken over, goh, misschien moeten we daar wel bomen en struiken gaan weghalen om het minder aantrekkelijk te houden, om tijd te winnen. Ja, dankjewel. Veelbelovende techniek, denk ik. Het raakt ook wel een beetje de vraag aan wat Henny zegt over die preventie, hè? Want jullie vergunningverlening is RVO. De vraag is even of RVO nu meekijkt in dit hele traject wat jullie aan het doen zijn. En twee, wanneer is het model wat jullie betreft volwassen genoeg, zeg maar, om uit te rollen en het is klaar? Zeg maar. Hebben jullie daar een tijdsframe voor bedacht? RVO, wat is RVO? Is RVO misschien voor Michel? Nee, RVO is niet specifiek bij dit onderzoek betrokken, maar we proberen natuurlijk wel te praten over het verkrijgen van juridische ruimte om snel te mogen ingrijpen. En dat is het vervolg van deze onderzoekingen. En we moeten eerst bewijzen dat we het gegraaf kunnen horen, dat we holen kunnen opsporen. Dan moet het geautomatiseerd worden. En dan pas kunnen we, zeg maar, onze sporen bewaken met deze techniek. Dus we zijn gewoon nog in de onderzoeksfase. Ja, wat betreft die tweede. Ik zie ook een scheidslijn. Dus wij proberen te bewijzen dat we gravende dieren kunnen detecteren in holle ruimtes. En dan gaat die over naar Michel. Hè, want dan, als we het geconstateerd hebben, dan zeggen we, nou, succes. Maar goed, dat is ook wel het samenspel tussen Michel en Franca en ons team. Dat we samen moeten werken, dat wij validatiedata nodig hebben. En eigenlijk Franca en Michel moeten overtuigen dat we het juist zien. Dus
op het moment ja, zeg maar de klap erop komt, als we met elkaar zeggen van ja, nee, dit is voor ons voldoende en wij kunnen hierop op bouwen. Ja. Ik was benieuwd, want het gaat nu over dassen en bevers, maar er zijn natuurlijk meer dieren die graven. Tot hoe kleine dieren zou je dit kunnen detecteren überhaupt? Waar denk je aan? Nou, mollen, konijnen, ratten, ja, woelmuizen. Goeie vraag. Joost? Nou ja, uiteindelijk merk je, ja, als je, nu kan je indenken dat als ik al 20 meter van het spoor naar het spoor toe loop in een weiland en je hoort dat al, ja, op het moment dat zo'n beest in de buurt van zo'n kabel graaft, ja, dat hoor je best goed en best snel. Dus ik... maar goed, dat moeten we eerst bewijzen. Maar ik denk dat je, ja, woelmuis, dat is wel heel klein volgens mij. Hè? Maar ja, zo'n mol of zo, die maakt er ook wel een redelijk gat. Wat is relevant? Welke dieren zouden relevant zijn? Want dat, ik bedoel, deze grote dieren kan ik me voorstellen. Maar als je een heel aantal kleinere dieren ergens onder een talud hebt zitten, dan kan dat ook een risico vormen? Of ja, nou, tot dusver dassen en bevers. Want die kunnen echt een risico vormen voor spoorverzakking. Dat is voor ons nu de focus. Ja. Het lijkt een hele mooie techniek, maar ik begrijp dat de apparatuur vooralsnog behoorlijk duur is. Zou je in dijken ook niet iets kunnen door om de 100 meter een geofoon in de grond te stoppen en met simpeler middelen de trillingen op te vangen? Zou dat niet veel goedkoper kunnen zijn voor waterschappen? Nou ja, het kenmerk en het mooie hiervan is dat een glasvezel is best goedkoop is. En het gaat over de lengte. En voor ons wordt de business case steeds positiever. Want hoe meer use cases we hiermee kunnen toepassen, ja, hoe goedkoper het wordt. Dus ja, een geofoon is alleen een puntlocatie. Dus dan kun je voor dat punt kun je inderdaad wel iets meten, maar 10 meter verder niet meer. Ja, je zegt twee punten kun je hem neerzetten, maar ja, dan heb je twee punten. Dus als je iets bij een dijk wil doen, ja, dan zou je die hele dijk moeten uitrusten met geofoons. En dat is stukken duurder. Ja, u had nog eentje? Of, Als u heel hard schreeuwt, mag u de vraag stellen. Nou ja, ik zou zeggen, Martin, neem ook contact met ons op als wij een plek weten waar bevers zijn. We meten met glasvezel, ja, zet er een geofoon neer, want dan kun je vergelijken. Had u nog één vraag? Sec gezegd, het maakt mij eigenlijk geen donder uit welk dier het is. Als die een gevaar oplevert langs het spoor. Nee, precies. Hè, maar als er inderdaad een melding is van bij het spoor en wij kunnen er wat in betekenen, maakt mij niet uit of het een das of een bever of een vos is. Oké, okay, nou dan. Ik sluit dan toch even af met levende bever. Hè? Ja. Kees-Jan en Joost, hartelijk bedankt voor jullie inleiding en voor jullie vragenbeantwoording. Ik zou een applausje graag willen voor ze. En u denkt misschien wat tover te zien vandaan, maar er zijn er nog twee, dus allebei een flesje wijn mee voor thuis. Nogmaals bedankt
En het was heel informatief en volgens mij ook wel inspirerend in de zin van, je gaat toch nadenken, wat zou je ermee kunnen? Als ik die, al die phones, verschillende soorten phones hoor, denk ik van, nou, daar kan ik thuis ook wel mee, geloof ik. Dus, we gaan pauzeren. Dat betekent dus dat we om, dat is nu al net een minuut begonnen, de pauze, tot 13:30. En dan 14:30 is de volgende workshop. En u kunt op de tafel, of misschien dat u het ook wel gezien hebt op uw badge, daar kunt u zien waar u dan om 14:30 moet zijn. Eet smakelijk allemaal.